Sinds een paar jaar hebben Saxion-studenten de kans een unieke ervaring op te doen tijdens het Smart Solutions semester. Binnen dit semester werken studenten uit verschillende opleidingen samen aan opdrachten van lectoraten en het bedrijfsleven. En of het nou gaat om economen in de dop, creatievelingen, techneuten, fashionistas, ICT'ers, allemaal bedenken ze samen een innovatieve oplossing voor een probleem uit de praktijk. En daarbij staan vernieuwing, creativiteit en samenwerking centraal. De volgende studenten die bij mij zijn aangeschoven hebben in opdracht van het lectoraat Industrial Design een hele slimme vinding gedaan voor de gynaecologie. Ze hebben er zelfs een prijs mee gewonnen. Gefeliciteerd alvast. Dankjewel. Jullie hebben dat gedaan, Iris Kuipers en Kirsten Bakhuis. En jullie opdrachtgever was jij, de gynaecoloog bij Zorggroep Twente. Ja. En je naam is Angelique Veenstra van Nieuwenhoven. Ja, klopt. Hartelijk welkom. Dank. Jullie werken altijd in groepjes samen, hè? Met verschillende opleidingen bij Smart Solutions. Welke opleidingen waren er bij jouw groep betrokken? We waren met twee meiden van verpleegkundigen. Dat was Kirsten en Nienke. Nienke Schenning die was ook bij. En we hadden nog een meid, Julia Bos. En zij is van industrieel productontwerpen. En ik ben zelf van de opleiding Media, Informatie en Communicatie. Oké, was dat een gebruikelijke combinatie tussen die opleidingen? Nee, eigenlijk niet. Maar bij Smart Solutions, zeg maar, dan komen eigenlijk alle opleidingen samen. En als je dan dit project bekijkt, dan uiteindelijk naar Iris toe gaan beginnen. Maar af als ze erbij deed, als Media, Informatie en Communicatie. Maar uiteindelijk moest het ook een heel verslag hebben. Hebben we interviews gehouden en toen konden we toch wel heel goed de Media, Informatie en Communicatie gebruiken. En de rol van de verpleegkundige student, die waren al iets eerder duidelijk. Ja, dat lijkt me wel. Want ik zal even de titel verklappen. Pessarium. Ja, dat is. Ik wist in eerste instantie ook niet wat het was hoor. Ik heb het natuurlijk even gegoogeld wat iedereen dan doet. En ik heb Kirsten en Nienke gevraagd, omdat hun natuurlijk vanuit verpleegkundigen al wel meer met dat soort dingen in aanraking zijn gekomen. We hebben ze hier ook meegenomen, dus we hebben ze op tafel gelegd. Ja, wist je wat het was? Nee, geen flauw idee. Nee, Pessarium niet. Ik heb wel even rondgevraagd en uiteindelijk hebben we met Angelique gezeten. Zij heeft ons het een en ander daarover uitgelegd. Het pessarium is dus, zoals je ziet, een ring. Kan ringvormig zijn, maar het kan ook andere vormen hebben. Zoals deze donut eigenlijk. Maar het is een hulpmiddel voor vrouwen die last hebben van een verzakking. En een verzakking houdt in dat of de blaas of de baarmoeder of de endeldarm verzakt is. En om een eigen operatie te voorkomen krijgen ze deze ring ingebracht. En die ondersteunt dan de verzakking. Dus dan hebben de vrouwen geen operatie nodig, maar houdt de ring de verzakking op de plek. Oké, nou ja, je zou niet zeggen dat je media studeert. Nee, je weet hier alles van. Ik heb ondertussen inderdaad allerlei termen van verpleegkundigen heb ik ervan meegekregen. Ja, zeker. Ja. Ook, is het ook misschien nog een beetje een taboe onderwerp of niet? Of kon iedereen daar vrij over praten? Bij ons kon ze er allemaal vrij over praten. Tenminste, de vrouwen die wij geïnterviewd hebben. Alleen, dat moet natuurlijk wel bij vermeld worden. Ons groepje bestaat natuurlijk uit 4 meiden. En bij de interviews zaten altijd maar 2 meiden, zeg maar. En je zat in een ziekenhuiskamer. Dus die vrouwen waren al vertrouwd, want dat is hun eigen ziekenhuis. Ja. En andere interviews zijn bij die vrouwen thuis gehouden. Dus dat was wel op een locatie dat ze zich echt vertrouwd voelden. En nou ja, wij begonnen natuurlijk ook wel over te vertellen wat wij wisten. Dus bij ons waren ze heel open. Ja, terwijl het is toch iets heel privés waar je over praat. Maar dat wilden ze, en jullie zijn geen artsen, dus, nee. En dat wilden ze wel aan jullie kwijt. Ja, toch? Eigenlijk alles is op tafel gekomen, van klachten tot de rare dingen wat ze meer. Van tot de ring zelf, zeg maar, is bij ons op tafel dingen gekomen. Dingen die je eigenlijk niet wil weten. Ja. Er was een vrouw die had de ring mee naar huis gekregen en die loom naar de keukenkastjes en die haalt zo de ring voor ons uit en die legt hem op tafel. Die zegt, ja, je mag wel even kijken, deze heb ik zelf gehad. Dus we kregen eigenlijk van alles open en bloot kregen we mee. Geen zin. Nee, absoluut niet. Ja. De vraag is natuurlijk, wat hebben jullie ontwikkeld? Nou, we hebben uiteindelijk eigenlijk de onafhankelijke doos ontwikkeld. Omdat we erachter moesten komen wat nou eigenlijk het probleem was. Want ja, was de ring zelf het probleem? Want er zijn natuurlijk klachten komen ervoor. Maar eigenlijk uit de interviews met de vrouwen kwam ook wel dat bijna niemand de ring zelf inbracht. En als je dan de interviews met de gynaecoloog had, was dat eigenlijk wel het doel wat er was. Toen hebben wij dus heel veel interviews gehouden. En toen, nou, wat willen vrouwen een beetje, waren ze tekort aan. En toen kwamen we eigenlijk op verschillende aspecten wat ze kunnen helpen. Bijvoorbeeld, we hadden een tampon-applicator om het makkelijker de ring in te brengen, bijvoorbeeld. Of in ieder geval heel simpel een handleiding, waar het in ieder geval duidelijk vermeld staat. Gewoon in je Janneke-taal, voor de vrouwen begrijpelijk. Verder hadden wij bijvoorbeeld nog een touwtje. Want een gynaecoloog had gezegd, van, ja, ik maak er een touwtje aan bij sommigen. En dan kunnen ze hem er makkelijk uittrekken. Toen hadden we dus al die ideeën op tafel. En toen zijn we met die ideeën zijn wij weer nieuwe interviews gaan houden met onder andere huisartsen en patiënten die het al zelf doen. Toen hebben we voorgelegd van wat vinden jullie makkelijker, wat zouden jullie gaan gebruiken.
Ja. Nou, en daar is eigenlijk een... toen is er heel wat gefilterd en toen zijn dat touwtje is weggegaan en dat haakje is weggegaan en de tapon appliqueert en toen is eigenlijk de onafhankelijke doos is ontworpen. Ja, klinkt heel spannend. Hier ligt hij. Ja. Ga je zo uitleggen. Maar ik wil even naar jou toe. Want er was dus een groot probleem met die ringen. Dat is wat jij in de praktijk meemaakt als gynaecoloog? Ja, wat ik merk in de praktijk is... die ringen die helpen fantastisch. Geven ook wel wat klachten als afscheiding. En mensen vinden het moeilijk om het zelf in en uit te brengen. En dat is eigenlijk wat je graag wil. Je wil dat de mensen komen bij jou voor een hulpvraag. Je wil ze helpen met zo'n ring. Maar eigenlijk moeten ze het dan weer zelf doen. Weer ze uit dat ziekenhuis zeg maar hebben. Nou, en daar kwam eigenlijk het idee vandaan. Van hoe kunnen we die patiënten zelfstandiger maken. Zodat ze wel komen voor het aanmeten en dat soort zaken. Maar dat ze daarna weer helemaal zelfstandig thuis deze ring kunnen verwisselen en kunnen verschonen. Ja, en dat scheelt jullie natuurlijk een hoop werklast. Ja, het scheelt ons een hele hoop werk. En het scheelt de patiënt een hoop gedoe en gewanden naar een ziekenhuis. Wat je eigenlijk niet wil. Je wil die mensen liefst uit het ziekenhuis hebben. Ja. En daar kwam eigenlijk deze basisvraag vandaan. Ja. Ja. En toen hebben ze een heleboel oplossingen bedacht. Ja, die hebben jullie doorgenomen ook als opdrachtgever? Ja, die hebben we doorgenomen. Eerst het idee, nou ga eens interviewen. Waar heeft de patiënt behoefte aan? Dat is eigenlijk de basisvraag. Ik kan er wel behoefte aan hebben als gynaecoloog. Maar ik draag zo'n ding niet. Tenminste, nee. Dat weet je niet. Ja. In principe draag ik niet zo'n ding. Nee. En, dus dan is gewoon de vraag vanuit de patiënt. Waar is behoefte aan? En daar hebben ze heel goed op ingespeeld. Ja. Ja. En hoe kwam jij daar vanuit jou, de interviews dus, ja. Vanuit jouw vakgebied? Wat was jouw bijdrage verder? Ik heb eigenlijk met de twee studenten van verpleegkundigen bij de interviews gedaan in eerste instantie. Dat was voordat wij de huisartsen en de zelfvoorzienende vrouw hebben gesproken. Ik heb eigenlijk vanuit mijn opleiding natuurlijk interviewtechnieken gehad en dat soort dingen. En ook vanuit mijn stage ben ik daar druk mee geweest. Dus op die manier heb ik eigenlijk alle interviews geleid met de vrouwen. Dus je weet al een beetje hoe je met mensen in gesprek gaat en hoe je ze gemakkelijk op hun gemak kunt stellen. Ja. Dat je natuurlijk wel over een gevoelig onderwerp praat. Ja. Ik heb ook vragen gesteld zoals seksualiteit bij vrouwen. En het waren eigenlijk voornamelijk dames die ietsje ouder waren. Dus een aantal hadden al geen man meer. Of ze waren 80 of 70. Maar we hadden eigenlijk over het algemeen allemaal superleuke gesprekken. En uiteindelijk kwamen we er ook wel achter dat de vrouw wel heel veel wilde vertellen. Dus je kwam echt wel achter het uiteindelijke probleem wat dan achter de ring zit. En ook de reden waarom ze eigenlijk niet al zelfvoorzienend zijn. Ja. Ze hadden niet zelf de behoefte om dring uit te halen of in te brengen, in eerste instantie. Nee, nou ja, als je ouder bent, lijkt me dat ook een heel gedoe. Maar goed, misschien als je jong bent ook. Maar jullie hebben daar iets voor ontwikkeld. Ja. Hier ligt die. Ja. Ik zou zeggen, maak open. Laat zien, wat hebben jullie ontwikkeld? Nou, in eerste instantie moet je dit eigenlijk zien als de doos die vrouwen meekrijgen op het eerste consult. Ja. Nadat ze een ring hebben ingebracht of bij de huisarts of bij de gynaecoloog, zeg maar. En dan zouden ze deze doos mee kunnen krijgen. En deze bevat dus de handleiding. Een beetje als een cadeautje, toch? Ja. Het is eigenlijk, het moet ook een doos zijn dat vrouwen zoiets hebben van, het is wel leuk om mee te nemen. Ja. Het is niet schamend om mee op straat te lopen. En toen is eigenlijk de handleiding opgesteld. En dat is eigenlijk heel simpel, een beetje in begrijpelijke taal voor de vrouwen. Van eigenlijk de informatie die overal wel op internet staat. Maar je hebt gewoon met een groep te maken die nog niet zo vaardig is met internet. Dus dan staat en bovendien, er staat ook een heleboel onzin natuurlijk op internet. Ja, dus ja, heel veel dit is dan de juiste bron, zeg maar. Ja, en die is dus door ons samengesteld. En verder bevat de doos nog een zakje met handschoenen. Oh, leuk. Mag ik het uitpakken? Ja, zeker, ja. En deze handschoenen zijn eigenlijk, omdat wij van de gynaecoloog begrepen, dat heel veel vrouwen het vervelend vinden om daar beneden bij te zitten. Daar beneden. Want de vrouwen benoemen het ook als daar beneden. En verder, alle woorden worden niet gebruikt, alleen daar beneden. En toen hadden wij zoiets van, nou, dan gaan we handschoenen ontwerpen. Nou, toen heeft onze industrieel productontwerpster heeft eigenlijk verschillende handschoenen gemaakt. Met bloemenprintjes, met pantenprintjes, geel, roze, rood, alles. Ja, leuk. Ja, hier zien we ze. Ja. Super. Ja. Maar deze zijn gewoon maar even zwart. Ja, we hebben het aan de vrouwen voorgelegd. En die keken ons aan van, ja, maakt ons dat uit? Stop er gewoon in. Maakt ons uit welke kleur. Oh, hadden jullie alle moeite voor niks. Ja. Ja. Nou. Dus uiteindelijk zitten er dus wel handschoenen in. Ja. Omdat vrouwen het misschien dan iets makkelijk vinden om het dan daar beneden bij te zitten. Juist. En nog verder meer. Zit er nog glijmiddel in de doos. Ja. En dat is eigenlijk... Dat is een mooi ding, hè? Ja. Ja, een beetje chic ook voor vrouwen. Zelf vormgegeven ook. Onze industrie. Ja, precies. Kijk, dat is dan weer leuk. Dat ziet er dan super geliekt uit ook. Ja. Ja, net parfum, hè? Ja, ja. Net parfumetje. En dit moet je zo open doen? Of niet? Hoe gaat dat? Ja, hij kan open. Oh ja. En dan kun je zeg maar... Het is ook een spuit iets. Dus je kan het eigenlijk op de ring spuiten. Zodat de ring wat makkelijker naar binnen gebracht kan worden door vrouwen. Oké.
En zit er nog meer in? Ja. Ja. Leuk. Het is, weet je, net als met de zwangerschap krijg je ook zo'n doos mee naar huis. Ja, dat klopt. Ja. Het is toch altijd een beetje een verrassing. Deze gaat er iets moeilijker. Het is nog een prototype natuurlijk. Het is nog een prototype. Moest er nu iets groter. En wat dit is het? Een opbergdoosje. Oh. En dat is eigenlijk omdat er verwacht wordt van vrouwen. Ja. Het mooiste is als zij de ring wat vaker er zelf uit zouden halen. En dan is de vraag, waar laten ze hem? Ja, nou, de ene, op je nachtkastje. Op je nachtkastje, ja. De ene wikkelt hem in een zakdoekje en de ander doet hem in een gebittenbakje. Dus wij dachten, wij gaan ook een mooi bakje ontwerpen wat met een draaisysteem. Dus dat het ook veilig is als je gewoon alleen dat bakje meeneemt in de tas. Ja. En het staat gewoon, als je het bijvoorbeeld in de woonkamer hebt staan, niemand ziet het. Dus nee, het lijkt net een sieradendoosje of een snoepjestrommeltje. Ja, precies. Ja, het is heel mooi. Kijk, en door die roostertjes kan ook het water, als je hem schoonmaakt, nog even iets uitlekken. Dus het is allemaal ook goed over nagedacht. Ja, en je zei nog één ding. Ja, ja. Wat is dat? Wij lieten de vrouw of de doos aan de vrouwen zien met al deze aspecten. En ze waren eigenlijk heel enthousiast. Alleen toen zeiden echt sowieso twee vrouwen die hebben gesproken, ik mis iets. Kan er geen extra vakje komen voor onze medicijnen? Want dan hoef ik alleen maar de doos mee te nemen. Ja, bij dus de hand. Dus nu is er eigenlijk een systeem bedacht met klittenband. Het klittenband wordt er eigenlijk bijgeleverd, zodat je eigenlijk zelf je pillendoosje hieraan vast kan maken. Oh. En zodat die eigenlijk gewoon onderweg mee te nemen is. Easy does it. Ja. Ja. En jullie hebben er een prijs mee gewonnen. Ja, klopt. Vertel. We hebben hem ook even meegenomen. 20.000 euro. Ja, ja, dat is behoorlijk wat geld. Ja. Wij waren eigenlijk in eerste instantie de groep die het project ging opzetten. Dus die begon met eigenlijk alle gebruikers van het Pessarium te interviewen. En gewoon te kijken waar ligt nu het probleem en waar lopen zij tegenaan. En aan de hand daarvan is nu deze prijs gewoon in dit bedrag gewonnen. En dan gaat straks Angelique en Karin van het lectoraat en Angelique van het ZGT gaan daarmee verder. En de prijs is eigenlijk bedoeld voor verder onderzoek. Dus om verder te kijken van, goh, welke aspecten zijn er nog meer? En ook enigszins, Angelique had het net over, om de doos die wij nu gemaakt hebben toch te gaan testen bij vrouwen, dus mee te gaan geven. En te gaan kijken of vrouwen daar positief op reageren en eventueel gebruik willen gaan maken van de onafhankelijke doos. Ja, ja. Ja, want is dat nou superleuk, ja, natuurlijk. Leuk, hè? Ja, heel leuk. En, ja. En is dat geld wat je ook kan inzetten om hier een paar van te produceren? Nou, bijvoorbeeld, dat zou een idee zijn. Dat we inderdaad een bedrijf zoeken die dat voor ons wil produceren. En dan een paar prototypes op de markt. En daar met die vrouw weer een interview gaan houden van, god, bevalt deze doos? Ja. En dan zo op die manier te kijken of je dat toch binnen ons gezondheidssysteem zou kunnen vergoeden voor deze patiëntengroep. Want dat scheelt natuurlijk heel veel bezoek aan een dokter. Ja. Dus dat is één. Aan de andere kant zijn er ook heel veel vrouwen waar deze standaardringen die nu al gewoon in productie zijn niet passen of uitrollen. Maar die mensen, die moet je dan meteen een operatie aan doen. En dat willen we eigenlijk helemaal niet. Nee. Dus we gaan het geld waarschijnlijk ook gebruiken om te kijken of we een persoonlijke ring kunnen aanmeten bij mensen. En dat onderzoek, dat staat nog in de kinderschoenen. Dat gaan we opstarten. Dus er moet een mal gemaakt worden. En er wordt dan een persoonlijke ring 3D geprint. Ja. Die mensen dan ook weer zelf kunnen verschonen. Zodat ze weer niet naar een dokter moeten. En is dat een idee om dat weer aan een volgende groep? Ja, dat is dus ook het vervolg van dit project. Ja, dus, op deze manier kan je eindeloos projecten doen met wat patiënten graag zouden willen. En dat is eigenlijk dus de basisinsteek. Ja, ja. Ja. Ja, dan weet je balen. Win je 20.000 euro. Dan ben je voor de volgende groep. Ja. Zeker. Ja. Het is voor een goed doel uiteindelijk dat er wat moois uitkomt. En dat een oplossing komt voor de vrouwen die deze ring dragen. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, die samenwerking met de studenten nog even. Hoe is dat bevallen? Is dat anders dan? Ja, hij is heel anders, maar ontzettend leuk, moet ik eerlijk zeggen. Je bent heel erg uit je comfortzone natuurlijk van dat ziekenhuis. Ja, en, ja, waar merk je dat aan? Nou, dat merk je dat ze een hele andere gedachtegang natuurlijk hebben. Ik zit natuurlijk de hele tijd in het medische en wel met heel veel co-assistenten. Die allemaal geneeskunde doen en allemaal in hetzelfde straatje zitten. Maar dit zijn zeg maar andere type studenten met andere gesprekstof, andere kennis. Waar ik totaal niets van weet. Dat is ook de bedoeling natuurlijk. Want ik hoef het ook helemaal niet te weten eigenlijk. En dat maakt het juist ook zo leuk. En daarom hebben wij ook dat project zo eigenlijk min of meer uitgeschreven. Omdat ik gewoon vind, er zit ontzettend veel kennis in de hogescholen en de universiteiten. En er verdwijnen ontzettend veel hele leuke scripties ergens onder in de bureaula. En dat vind ik zonde. Dat moet je het bedrijfsleven inhalen. Ja. Die moet je ook de ziekenhuizen inhalen en bij andere bedrijven. En dit soort dingen. Nou, dat is dus het voorbeeld, vind ik, dat soort dingen gewoon echt werken. Ja, dus je gaat hier zeker mee verder. Ja, ik ga hier zeker mee door. Ja, ja, zeker. Oké. Ja. Nou, jullie mogen trots zijn. 20.000 euro. Weliswaar voor een volgende groep, maar je hebt het ook maar mooi verdiend. Ja. Dankjewel voor jullie verhaal. Dankjewel.